Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer, op deze lectie divine van de Easterzondag van de Advent. En vandaag, de Easterdag van Advent, willen wij samen op weg gaan naar de Kerstmis toe. En wij gaan deze komende dagen samen beleven met deze methode van de lectie divine. In de liturgie van onze katholieke kerk. Wij zullen de teksten van profeet Jesaja mediteren, ook de evangelies die deze mysterie gaan voor ons tonen. Mysterie van de belofte van de Heer, van de Messias, van de Heer die gaat komen om ons te redden. Onze redder, die komt eenvoudig, klein, kwetsbaar en zwak op een beeld van een kind. En wij zullen deze mysterie samen mediteren, bidden en beleven. Vandaar artikel 374, de gemeenschap, school van missionair leven. De missie ontwikkelt zich in onze gemeenschap in twee richtingen die door Jezus zelf zijn aangegeven. In het kom en zien van onze huizen, die open en gastvrij moeten blijven voor iedereen en voor de armsten, vooral degenen die dorst zijn naar het christelijk leven. En in het haar, om hen te onthouden die de Heer zendt en zal zenden. Mogen de gemeenschap in school zijn en blijven van gebed, van het woord van God, van broederlijk leven, van kerkelijk leven, van missionair leven, zich ten dienste stellen van de nieuwe evangelisatie en vooral van de armsten. Dus wij zijn genodigd, uitgenodigd om in gemeenschap van gebed, van woord van God, van broederlijk leven, van kerkelijk leven, van missionair leven te zijn. Ten dienste voor de nieuwe evangelisatie en vooral de armsten. Dat is de zending, dat is de missie van onze gemeenschap en van elk gemeenschap. Wij bestaan niet voor onszelf, niet omdat wij vrienden van elkaar zijn en we willen de Heer dienen en de Heer beminnen samen als broeders en zusters. Nee, het is niet alleen dat. Het is meer dan dat. Het is een zending, een oproep van de Heer om gemeenschap te vormen, maar ook ons dienst te stellen voor de nieuwe evangelisatie en vooral voor de armsten. Uit de profeet Jesaja. Visio van Isaia, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem. Op het einde der dagen zal de berg waarop de tempel van de Heer staat oprezen boven alle bergen en uitsteken boven alle heuvels. Alle volkeren zullen erheen stromen en talloze naties erheen trekken. Zij zullen zeggen: kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons zijn wegen wezen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de wet, het woord van de Heer uit Jeruzalem. Oordelen zal hij de volkeren, recht spreken over de talloze naties. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploeghijzers, hun speren tot sikkels. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander, en niemand zal nog leren oorlog voeren. Huis van Jacob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer. Woord van de Heer. Wij danken God. Profeet Jesaja die spreekt over deze tocht
van Jeruzalem en van Juda. Zij gaan het de Heer ontmoeten en de Heer ontvangen. Laat ons wandelen in het licht van de Heer. Maar het huis van Jacob moet wandelen in het licht van de Heer. Dat is ook een oproep voor ons. Om op deze tijd, en vooral hier in Europa is heel sterk, omdat wij in winter zijn. En op deze tijd van winter, waar alles donker is, en een licht, een lamp, een kaars, maakt een groot verschil. Verlicht de zaal, verlicht de kamer. En wij zijn ook geroepen om in het licht te wandelen. In het licht te wandelen. In deze tijd van Advent en Kerstmis is vooral een tijd van verlichting. De vleeswording van de Heer, dus de mysterie van de menswording van de Heer, is een mysterie van verlichting. En wij zullen deze ervaring hebben als wij met heel ons hart en met heel onze ziel het woord van de Heer mediteren en deze tijd gebruiken voor een nieuwe tijd voor ons leven. Een tijd van bekering, een tijd van ontmoeting met de Heer. Psalm 122. Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis. Nu mag mij voet Jeruzalem uw poorten binnentreden. Jeruzalem ommuurde staat, zo dicht op ingebouwd. Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk. Zij gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren. Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis. Bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat in ieder die u lief heeft, veilig zij. Dat eendracht hisse binnen uw omwaling, in al uw huizen rust. Terwille van mijn broeders en mijn makers, wens ik u vrede toe. Terwille van het huis van onze God, bid ik voor u om zegen. Uit de brief van de heilige apostel aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, hij weet dat dit uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Dan is ons heel dichtbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt te einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichtig dag en ons onthouden van braaspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en neid. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeerten meer. Woord van de Heer, wij danken God. Een oproep om de Heer te beminnen, om Heer te dienen met heel ons hart en met heel onze ziel, maar met een leven die overeenkomt met wat de Heer voor ons vraagt. Heiligheid. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag. Als op klaarlichte dag. Opnieuw licht. In ons onthouden van braaspartijen, drinkgelagen, van ontucht, losbandigheid, van twist en neid. Oproep om tot bekering te komen. Om terug te keren. Om deze leven, deze zondige leven te verlaten. En niet meer zondige begeerten te koesteren. Dus een nieuw leven in Christus. En dat is wel mogelijk. Als wij
Hem vragen. Heer, ik wil in uw licht leven. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen. Zoals het ging in die dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en zij niks vermoeden, totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte, zo zou het gaan bij de komst van de mensenzoon. Dan zullen er twee op de ark zijn. De een wordt meegenomen en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn. En een wordt meegenomen, de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want hij weet niet op welke dag u hier komt. Begrijp dit wel. Als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en zijn huis niet laten inbreken. Wees ook hij dus bereid, omdat de mensenzoon komt op het uur waarop hij het niet verwacht. Woord van de Heer, wij danken God. De Heer zal komen op een uur waarop wij niet verwachten. Maar Hij gaat komen. En wat Hij vraagt voor ons, wees ook Hij dus bereid. Wees ook u dus bereid. We moeten niet tellen en elke dag schrijven, ja, om 8 uur 's morgens gaat de Heer komen. Nee, we hebben geen agenda van de Heer. We weten niet op welk uur, op welke dag, op welk moment gaat de Heer komen. Maar Hij vraagt voor ons duidelijk, wees dus waakzaam. Wees dus waakzaam. Want Hij weet niet op welke dag u hier komt. Begrijp dit wel. Als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht zou de dief zou komen, zou hij blijven waken en zijn huis niet laten inbreken. Dus op het moment dat de Heer komt, moeten wij waakzaam zijn, vooral in het geloof. En op het uur van onze dood, de laatste strijd van ons leven, moeten wij het geloof bewaren, waakzaam te zijn, om de dief niet in ons huis laten binnenkomen, in ons hart, in onze ziel. Deze zijn twee beeldingen. De komst van de Heer, letterlijk, parousie, maar ook de komst van de Heer in ons leven, persoonlijk. En dat kan wel op het moment van ons dood. Moeten wij deze waakzaamheid in ons leven beoefenen. Vandaag, maar elke dag. En de dag dat de Heer komt, zijn wij al, hebben wij al getraind, hebben wij al geoefend en we weten. De Heer zal komen en ik ben bereid. Heer, mijn hart is bereid om u te verwelkomen. Het is een mysterie voor persoonlijk, maar ook voor de kerk en voor de wereld. En voor ons geloof ook. Maar wat de Heer voor ons vraagt, bereidheid van het hart in het geloof. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
nu in het uur van onze dood. Amen.